Heb jij je klapmok al in de aanslag? Altijd. Nou, heb je de thee? Welk voordeel willen we gaan bespreken? Hebben we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Luister je mee? Naar Klapmok met Thee. Hoi. Hey Annemarij. Deborah. Ja? Hebben we een primeur? Ja, alweer. Nou, eigenlijk hebben we er twee. Oh god. Nou, kom maar. Wat is de eerste? Nou, de eerste is dat we voor het eerst een podcast maken die gefilmd wordt. Ja, heel raar. Ja, ken je dat gevoel dat je voor het eerst iets doet? Ik vond het ook heel spannend toen we aan onze podcast gingen beginnen. Weet je waar ik nu ook de neiging toe heb? Nou. In de camera te gaan kijken. Ja, maar dat is denk ik niet de bedoeling. Nee, dus nee maar denk een beetje hij negeren staat daar. Dat hij er staat. Ja. Hi! En dus dat is de primeur 1. Ja, maar het was dus heel spannend om een podcast te beginnen. Daar heb ik nu helemaal geen last van. Nee. Maar ik heb wel last van het feit dat het nu opgenomen wordt. Ja. Het is een beetje gek. Ja. Maar we gaan het gewoon negeren. En dan is het net alsof het gewoon een normale podcastaflevering is. Het is altijd verder. Ja. Ja. Maar primeur 2. Primeur 2. Woe. Je bent bevorderd. Ja, woep woep. Overstaan. Ja, bedankt. Bedankt. Leuk hoor. Ja, ja. Dan komt de logo niet meer. Nee. Nee, we moeten eigenlijk een beetje upgraden. Ja. Nou, maar goed, een nieuw jaar. Ja. Vorige week natuurlijk al, twee weken geleden inmiddels, hè? Ja, de jubileumaflevering. De jubileumaflevering. En toen hadden we al een nieuw introotje. Ja. En goed, ik ben heel benieuwd. Ik vind hem wel heel leuk geworden. Ja, hij is wel heel erg leuk geworden. Ja. Ja, ja. Ja, zeker. Bedankt aan Patrick. Ja. Ja, heeft hij weer goed gedaan. Ja. Absoluut. Maar vandaag gaan we het hebben. Nou ja, deel 3 van een drieluik. Hoppakee. Ja. De koningin van het slagveld. Zijn we weer. Hoppakee. Deel 3. De VTO infanterie. Eindelijk. Ja. Deze aflevering wilde ik al zo lang maken. Ja, dat klopt. Ik heb zo mijn best gedaan bij de commandant van de manoeuvreschool. Ah, kom nou een keer bij ons langs. Ja. Maar je moet even voor degene die af en toe hapsnap afleveringen luistert. Waarom wil je dit zo graag? Omdat ik stiekem altijd infanterist had willen worden. Oh. Oh, denk kijk, ik even heel diep van binnen. Ja, diep van binnen. Ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Het is gewoon een bepaalde aantrekkingskracht die het heeft. Ik blijf het interessant vinden. Ja. Ja. Okay. Ik denk dat dat het vooral is. Ja. Hele de nieuwsgierigheid. Diepgaande interesse en nieuwsgierigheid. Ja. Ja. En wie zijn die mensen dan? Ja. En wat zijn het voor mensen die dat gaan doen? Ja. Ja. Dus ja, dat. Ja, gewoon echt. En had ik dat inderdaad toen ik 18 was, van de middelbare school kwam. 17 was ik toen. Maar goed, had ik dat toen willen doen. En, want ik wilde heel graag gaan studeren. Ja. En ik wilde ook heel graag militair worden. Ja. Dus ja, dan. Ja. Denk als ik nu. Ja, dan denk je niet gelijk aan. Ik word de infanterist. Nee, maar wel dat hele idee van. Bij de militair fancy. Zijn. En dit is wel het eerste waar ik dan aan denk. Nou, dat is ik ook denk zo. Niet eerst aan de verbindingsdienst. Nee, ik ook niet. Hè? Dat was ook de reden waarom ik natuurlijk ook. Voor de luchtmobiele brigade koos. Ja. Als je denkt aan defensie, dan denk je aan alles wat hoort bij de infanterie. Ja. Dat is ook een beetje wat je ziet in de films. Toch? Maar dat is het. Wat je ziet in de reclames. Het echte werk. Dat is het echte werk. Dat is de militair. Nou, echt. Maar nee. Ja, toch? Stel jezelf een militair voor en dat is het. Dan denk je aan de infanterist. Ja. Ja. En ik denk ook bijvoorbeeld met zo'n rode beret. Kijk, ik ben natuurlijk altijd er zo geweest van ik wil gewoon het hoogst haalbare. En ik wil gewoon dingen bereiken. En ja, dat is nu nog. Als dat kan, dan wil ik dat gaan halen, zeg maar. Ja. Dus inderdaad is dat net zoiets. Van, oh, maar als ik dan ook nog zo'n speciale beret kan halen, dan wil ik dat ook proberen. Ja. Maar ja, dan is het ook net, weet je, haal je zo'n functiecluster. Ja. En weet je, kom je daar dan ook doorheen. Ik heb dan ervoor gekozen om toch recht te studeren, omdat ik dat ook heel graag wilde gaan doen. Ja. Ik had toen ook een blessure, waardoor ik ook niet kon hardlopen en zo. Dus dat maakt het wel lastig. Daar had ik dus nooit ook op dat moment die keuring mee gehaald. Nee. En daar ben ik daarna overheen gegroeid. En dat is waardoor ik daarna dat wel ging. Ja. Maar stel dat dat niet zo was geweest. En ik was gewoon helemaal fit en allemaal prima. Ja, nou dan was die kans wel aanwezig geweest dat ik dat gewoon na de middelbare school, dat ik dat wel had geprobeerd. Dat je daar was begonnen. Ja. 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 Ja, leuk hoor. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk des te leuker dat we vandaag een inkijkje gaan nemen. Ja, heel gaaf. In hoe dat gaat. Ja. Maar ja, voordat het zover is, hè, is natuurlijk een reden waarom we het nu heel specifiek over de VTO-infanterie gaan hebben. En niet over de VTO-verbindingsdienst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want de VTO-infanterie is een nieuwe koers gaan varen. Om het in marine termen maar. Nieuwe koers. De koers gaan varen. Ja, zijn natuurlijk gaan kijken. Hè. We hebben dat
ik ga het toch zeggen. We hebben dat bij de verbindingsdienst al een aantal jaren geleden gedaan. En jullie lopen altijd al iets voor. Nou, laat ik voorop zeggen dat we daar zeker een stap eerder hebben gezet. Mm-hmm. Maar is natuurlijk ook wel een heel ander wapen. We hebben het over een heel andere manier van opleiden. En door allerlei personeelstekorten en dat soort dingen word je vaak ook gedwongen om creatiever na te denken. En dan kom je tot dat soort inzichten. Ja. En zie je eerder mogelijkheden en kansen die om toch je VTO verder te helpen. Ja. Maar goed, de VTO Infanterie heeft ook een slag gemaakt. Is ook gaan nadenken van, wat sluit aan? Nou, we hebben natuurlijk ook een visie vanuit de commandant van het opleidings- en trainingscommando. Zeker. Ja, al die banners hier op de gang. Juist, de generaal van Doorn, die de lerende centraal stelt. Ja, maar wat dat nou eigenlijk is. Hey, ik zie het hier inderdaad, je hoeft hier maar de gang op te lopen of je ziet de banner alweer staan. Juist. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat bedoelt hij daar nou mee? Ja, wat houdt het nou in? We gaan het hem zelf vragen. Generaal, wat is dat nou eigenlijk, de lerende centraal? Ja, de lerende centraal. Toen ik binnenkwam bij het OTCO, toen hadden we een organisatie die in mijn ogen een malle organisatie was. Hè, waarin met name de organisatie centraal stond, maar niet de lerende. En daar heb ik mij over verbaasd, omdat ik echt de overtuiging heb dat als je mensen iets wil aanleren, dan moet je ook die lerende gewoon centraal durven stellen. Mm-hmm. Als ik dan door mijn oogharen heen kijk, dan denk ik bij de lerende centraal aan het feit dat je mensen probeert op te leiden in de beroepscontext. Dus zoveel mogelijk in de beroepscontext opleiden. Dat we dat waar mogelijk regionaal verzorgen. Dat we dat doen op basis van modern onderwijs. En dat we dat doen op maat van het individu. Okay. Dus niet meer een one-size-fits-all benadering. Maar dat we kiezen voor een meer individueel gerichte benadering. Allerlei mensen komen binnen bij ons met een rugzakje. En waarom zijn alle opleidingen dan toch even lang en voor iedereen hetzelfde? En ik begrijp dat niet. Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk de VTO-infanterie. We hadden een VTO-infanterie. Die duurde 34 weken en die was voor iedereen gelijk. Of je nou spijkerbroek was, of je was VEVA-leerling, of je was doorstromer. Na je periode op de KMS, initiële opleiding, kwam je dan bij het OTC manoeuvre. En daar ging je dan de VTO volgen en die was voor iedereen 34 weken. En ik begreep dat niet. En die opleiding leidde dan op voor een soort infanterie algemeen. En dat is natuurlijk ook raar, want wij leiden als het goed is mensen op die startbekwaam zijn. Dus als mensen klaar zijn met een opleiding, dan moeten ze kunnen beginnen aan hun functie. Maar als je algemeen opleidt, kan dat helemaal niet. Dus wat we zagen is dat mensen na de afronding van die VTO vervolgens nog aanvullende functieopleidingen moesten volgen om vervolgens pas daarna waren ze startbekwaam. Dus als je naar de 43 brigade ging, dan moest je eerst nog de hele opleiding op de 97 volgen. Na de VTO, voor de mobiel hetzelfde. Nadat je opgeleid was, moest je daarna je melden in Schaarsberg en dan ging je eerst de vakel in. Mm-hmm. Nou, daar zat ook weer een opleidingstrajectje bij. Dus uiteindelijk waren die mensen toch weer een aantal maanden van de straat voordat ze hun rode bret hadden. En wat we nu gaan doen, waar we voor gekozen hebben, we willen startbekwaam opleiden. Dus we leiden op voor de eenheid waarvoor ze bestemd zijn. Dus als je bestemd bent voor de 43e brigade, dan ga je naar de VTO-infanterie, MEG. En dat is een dedicated opleiding die je voorbereidt en waar dus ook de 97-opleiding onderdeel is van de VTO-opleiding. En je komt dus zometeen ook startbekwaam uit de opleiding en je kan ook daadwerkelijk meteen instromen bij in dit geval de 43 brigade. En je hoeft niet meer aanvullend nog een opleiding te volgen. En datzelfde doen we ook bij Luchtmobiel en datzelfde doen we ook voor MOT in Oorschot. Nou, helemaal duidelijk. Ik snap het, denk ik. Ja, beroepscontext. Hoppakee, regio... regionaal. Ja, maatwerk voor het individu. Ja, en... Ja. Mooi. Ja, nou ja, dat vind ik inderdaad wel een hele mooie. Maatwerk voor het individu. Want wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. Hoe moet ik dat dan zien? Ja, het doet mij natuurlijk heel veel goed. Hè? Ik heb natuurlijk een beetje een opleidingstrainingshart. Ik vind dat altijd erg leuk. Ja, ik voel het ook gelijk. Weet je, als ik het erover heb, dan... Nee. Ja. Nu gaat het een beetje te ver. Hier de grens. Stop. Ik heb veel affiniteit met opleiding trainen. Okay. Ik vind dat leuk. Ja. Ik vind het mooi. Maar maatwerk voor het individu vind ik nog mooier. Ja? Maar hoe dat vorm gaat krijgen. Ja, hoe doe je dat in zo'n, dan? In zo'n logge organisatie. Ja. In een best wel... VTO infanterie vind ik nou niet... De VTO waarbij ik denk, nou, dat is zo flexibel. Die gaan alle kanten op. Daar zit het toch een beetje, dat is mijn voordeel, hè. Dat is mm-hmm. toch een beetje die cultuur. Waar je zegt van, ja, zo doen we het altijd. Het is ook een beetje wat ik natuurlijk meekrijg vanuit mijn opleidingen. Waar ik door VTO of mm-hmm. door infanteristen opgeleid word.
Die zeggen, ja, maar vroeger deden we het altijd zo, dus jij doet het nu ook zo, hè, die ja. lekkere dooddoener. Ja. Die heb je vast al wel een keer voorbij horen komen. Mm-hmm. En dus denk ik, nou, hoe groot is die veranderbereidheid? Die cultuur, kan die dat hebben? Ja. Kan die zo'n omslag maken? Ja. Ik ben heel benieuwd, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Hè, want het idee, nog even terugkomen, hè, op de speerpunten, mm-hmm. hè, beroepscontext, regionaal, maatwerk voor het individu. Ik vind het wel een mooie gedachte. Want ja. We zijn er echt wel met z'n allen mee bezig om binnen de organisatie te kijken van hey, hoe kunnen we nou ook een soort van loopbaanspoor mm-hmm. regionaal opzetten. Hè? Dat mensen ook gewoon niet hoeven te verhuizen, bij wijze van, als ja. ze dat niet willen, als ze daar niet zelf voor kiest. Ja. Hè, dat je zegt van je hoeft niet alleen maar operationeel te zijn als je bij de 43-brigade zit. Maar omdat daar nu ook een hele opleiding gegeven gaat worden, kun je ook een uitstapje maken, maar het instructeur zijn. Mm-hmm. Mensen die dat misschien best wel willen, ja. maar nu niet doen omdat het in Amersfoort zit. Of in Ermelo zit. Of mm-hmm. Vroeger zat het allemaal nog verder weg. Ja. Maar wel kunnen zeggen, hey, ik kan gewoon in Haalft en omgeving in het noorden blijven wonen. Mm-hmm. Ik hoef niet te verhuizen, maar ik kan wel een keer wat anders doen. Ja, dat maakt het wel makkelijker voor veel mensen, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Om een keer die stap te maken naar. En dat helpt ook. Het is eigenlijk, heeft het heel veel voordelen. Want je hebt niet altijd dezelfde mensen die stoelen wisselen in dezelfde regio. Je hebt niet altijd dezelfde instructeurs, want die vinden het wel lekker om in de omgeving van Amersfoort te blijven huizen. Je krijgt ook mensen die zeggen, hey, ik heb iets operationeels gedaan, ik neem die ervaring mee naar het opleidingscentrum ja. en zo terug. Ja. Als je dus het hebt over cultuurveranderingen of anders denken, hè, of op een andere mindset mensen op willen leiden. Weet je, die ervaringen neem je er weer mee naar de operationele wereld en zo ga je een beetje olievlekken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vind het heel goed uitgelegd. Ja? Ja. Dus ik denk dat het heel krachtig is, ja. regionaal, het regionale idee. Ja. En zeker als het niet in beton gegoten is, dus dat ik ook zelf de keuze mag maken. Ja. Nou, ik ga lekker wel naar het zuiden verhuizen, precies. Want dat lijkt me fantastisch. Of ik ga gewoon een tijdje binnen slapen. Dat vind ik ook leuk. Ja. Want dat vind ik heel leuk. Ja, het ging niet zo goed in mijn relatie. Dus ik zoek even wat rust, ja, maar dat kan. Wat afstand. Dat heb je soms. Ja, je hoort het wel vaker. Wil je erover hebben, Anne-Marie? Nee. Ja? Ik wou zeggen, zo'n hele andere podcast. Niet persoonlijk. Nee, daarom. Dat is ook een grapje. Maar die... ik thuis weer een hoop uit te leggen. Ja. Oh, dit gaat een keer de kant thuis. Op. Ja. Precies. Wel interessant. En als je dus die vrijheid houdt, hè, om dus inderdaad van het noorden naar het zuiden te gaan, mm-hmm. ergens in het midden te blijven hangen of wat dan ook. Ook goed. Ook goed. Ja. Ja. Ik denk dat wel heel erg leuk is. Interessant. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En hebben we het eigenlijk over gehad? Wat is eigenlijk ons vooroordeel van deze aflevering? Dat hebben we nog niet benoemd. Nee, ja. Nee. 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 Ik denk, ja. eigenlijk omdat wij allebei diep in ons hart dit heel graag hadden gewild. In de basis. In de basis. Juist. Dus jij ook, Deborah. Ja, jij ook. Moet ons vooroordeel zijn, de VTO-infanterie, ook wij kunnen het. Nou, vind ik wel een hele goeie. Ja, nee, heel goed. Ja, misschien hebben we er dan een teletijdmachine voor nodig om onszelf op te halen van toen wij nog jong waren. Ja, precies. Of we het nu nog kunnen, dat weet ik niet. Ik denk dat ik weet het niet. Nee? Als het, luister, ja? Heel simpel. Vertel. Als de VTO-infanterie zegt, we stellen de lerende centraal. Ja. Als zij zeggen ook dat 40-jarige oversters kunnen dit nog doen. Ja, 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 ja. Precies. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt opgeleid binnen de beroepscontext. Ja. Dan zeg ik, dan kunnen wij dat. Oké. Okay. Vink. Oh, vind ik mooi. Ja. Ja, toch? Oké. Okay. Dat zou dan de basis moeten zijn voor een succesvol slagen. Ja. Anne-Marie? Ja. Nou, wie weet. Ja. Er zijn ook mensen die de vacol nog doen op latere leeftijd. Ja, zeker. Dat geldt ook voor ons. Als wij, als wij een functie bij de luchtmobiele brigade ambiëren of daar geplaatst gaan worden, dan zal de basis zijn dat je die rode beret gaat halen. Hangt een beetje van je functie af, maar Ja, nee, ja, goed. Dat is dan een beetje de vraag of je moet hebben. Ja, nee, precies. Maar de optie is er sowieso. Ja, de optie om hem te halen. Er wordt wel van je gevraagd van, nou, je zit hier nu. Je gaat wel een poging wagen, zeg maar. Ja. Dat is wel een beetje de intentie. Mm-hmm. Ja. Nou. Ook wij kunnen dit. Oké, ja. Okay, ja. Okay. Ik zie dit trouwens niet als een open sollicitatie, hoor. Dat even schrappen voor meeluisterende schrijvers. Ja. Dat is zeker niet. Dat MD hem alvast genoteerd heeft. Ja, want zij zei... Ja. Nee. Ik trek me terug. Oké. Maar... Nu al. Ja. Lafaard. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe deze operatie Barbara Papa...
Ja, nu zit je even te kijken, hè? Ja. Nou, ik heb me een keer voorbereid op deze podcast. Oh. Annemarie, ja, niet alles in mijn leven is spontaan. Okay. Maar ik zag dus dat deze hele herziening van die VTO Infanterie, ja, operatie Barbara Papa heet. Echt waar? Ja, zeker. Wie heeft dat bedacht? Dat maakt niet uit. In ieder geval niet degene die operatie Waarom G-Force hebben Mama? Bedacht. Ja, de operatie. Maar dat was wel, die operatie G-Force, ja, die was heel goed. Die zat goed in elkaar. Ja, dat was de beste. Dat was de beste van allemaal. Maar ja, dus ik vond het even leuk. Juist. Barbara Papa. Ja, ik vond het in ieder geval heel leuk om, om even te noemen. Ja, maar je weet dus ook niet waarom dat zo... Ja, omdat het nou ja, kan het helemaal... Het wordt helemaal... vorm gegoten. Juist. En Barbara Papa neemt elke vorm aan die er kan. Dus ja, wat dat betreft, pas zich aan. Pas zich aan de omgeving. Dan leer je dat leren in centraal. Juist. Ja. Oeh. Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het is een hele grappige naam, maar ik vind het wel heel toepasselijk. Ja, dus ik vind ook. Het ook een sterke naam. Ja. Dat even terzijde. Maar ik denk dat we gewoon even luisteren. Ja, naar onze gast. Juist. Is het wat voor ons? En wat moet je allemaal Zouden doen? We dit allemaal kunnen? Ja. Wat wordt er verwacht van een infanterist? Ja, we gaan luisteren. Ja. Ja, dan zitten we dan met de majoor Dirk Verweda. Welkom. Hallo. Jij bent commandant van de opleidingscompagnie infanterie. Ja, klopt. Nou, die ambiëren wij natuurlijk ook, die functie. Oh ja, nee, dit was even improvisatie. Ik niet hoor. Oh, oké. Maar ik ben wel heel benieuwd, want ik heb er eigenlijk heel weinig beeld bij. En daarom kan ik er ook wel grapjes over maken. Want wat doe je eigenlijk? Wat ik doe? Ja. Ja, zoals je net zegt, ik ben commandant van de opleidingscompagnie infanterie. En in mijn eenheid leiden we de toekomstige infanterieofficieren, onderofficieren en manschappen op. En manschappen is wel even bijzonder, want dat doen we alleen eigenlijk voor de gemotoriseerde infanterie en voor de panzerinfanterie. Omdat de luchtmobiel zijn eigen AMO heeft. Oké. Maar luchtmobiel heeft toch ook zijn eigen kaderopleiding? Ja, klopt. Ja. En dat doen jullie dan wel? Ja, die hebben nog steeds een eigen kaderopleiding, de VACOL. Ja. Alleen die wordt nu meegenomen in de VTO. Dus, Oké. Ja. Dus zeg maar, dat geldt niet voor elk spoor. We hebben echt drie sporen. We hebben gemotoriseerde infanterie, panzerinfanterie en we hebben luchtmobiele infanterie. Dus jongens gaan gelijk in hun eigen beroepscontext, voor de brigade waar ze straks bij terechtkomen, gaan ze dus ook in hun VTO dus ook die dingen doen. Ja, voor die luchtmobiele mannen betekent dus ook gelijk dat de VACOL dus in die VTO zit. Oh, oké, want wat je nu vertelt is eigenlijk helemaal nieuw. Want vroeger was het niet zo dat je als infanterist voor alles gewoon opgeleid wordt of... Ja. Dat je met één opleiding alles moet kunnen? Hoe zijn jullie zo gekomen om dit te doen? Ja, wat je eigenlijk net zegt, hè, we zijn als VTO-infanterie wel een paar keer geschoven van links naar rechts. Want de VACOL heeft er ooit wel eens een keer eerder ingezeten en toen is het er weer uitgehaald. Maar het klopt wel wat je zegt, grotendeels was het één algemene VTO voor alle sporen. En dan moest je eigenlijk daarna nog steeds gewoon echt vakspecifiek voor jouw brigade waar je te werk werd gesteld of bij het infanterieonderdeel waar je terecht kwam, moest je daarna nog je opleidingen gaan volgen. Nou, daar is voor gekozen. Nou, dat gaan we nu allemaal samenpakken in die om en bij 40-weekse VTO. Dat alles daar aan bod komt. Dus dat je eigenlijk gelijk startbekwaam aan de slag kunt bij jouw brigade. Aansluitend op wat dan het operationele spoor is waar ze daarmee bezig zijn. Dan maak ik op die manier ook tijd te winnen. Oké, en dat gebeurt allemaal hier? Want jij bent hier werkzaam. Nou, het gebeurt niet allemaal hier. Dat is, hier. Ja, hier in ons domein in Amersfoort, Annemarie. Ja, de mooie Amersfoort, ja. Juist. Ja. Nee, het gebeurt deels hier in Amersfoort. Dus dat geldt nog steeds voor de luchtmobiele spoor. Die zitten hier nog steeds. Dat geldt ook voor panzerinfanterie. Maar het gemotoriseerde spoor, dat zit nu in de Oorschot. Dan even nog los van die MFO, want dat maakt het even wat complexer allemaal. Waar heb je het over, MFO? Ja, dat is de manschappenfunctieopleiding voor de infanterie. Okay. Ja. Nee, maar die zitten dus weer ook, dus in dit geval ook in Oorschot voor de gemotoriseerde infanterie. En de mannen voor panzerinfanterie zitten in Havelte. Dus dat maakt dat mijn eenheid best wel gespreid is over Nederland. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja. En want dit is nieuw, dat het zo verspreid is. Ja, klopt. En wat is het idee daarachter? Kan je dat vertellen? Ja, het is eigenlijk geboren uit het idee dat, zeg maar, in het kader van de lerende staat centraal. Hè, dus het draait dus ook om die leerling. Wij willen die leerling ook eigenlijk een ultieme ervaring bieden in de opleiding, in het vak wat hij straks echt gaat doen. Hè, dus vroeger was dus die VTO algemeen, moet je eigenlijk heel lang allemaal algemene dingen doen, voordat je eindelijk eens een keer bijvoorbeeld met die 97 aan de slag gaat. Ja. Met dat panzervoertuig of met die helikopter. Nou, dat willen we eigenlijk gelijk bieden in die VTO. Direct in die beroepscontext aan de slag.
Want dat werkt natuurlijk stimulerend, motiverend. Mm-hmm. En dat zou bijvoorbeeld ook uitval kunnen terugdringen. Dat je direct weet waar je het voor doet. Maar ook, het wint dus daarin ook tijd. Hè? Dus je bent gelijk ook bezig met dat spoor waar je mee bezig bent. Ja, waar je dus ook straks je carrière in gaat doorlopen. Maar kan je dan, als je dan, stel je zegt, nou, ik wil echt heel graag naar Havelte. Nou, dat kan ik me dan heel goed voorstellen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je hebt dat een paar jaar gedaan. Ja. Maar je wil dan toch een keer iets anders zien. En of ergens in een ander deel van Nederland gaan wonen of zo. Nou, weet ik veel. Iets heel anders je doen. Je wil gewoon wat anders. Je wil iets anders. Je wil gewoon een keer iets anders. Ja, ja. Kan je dan ook nog in een ander spoor? Nou ja, goed, je VTO blijft je VTO. Daarin zul je sowieso je startfunctie ook draaien. Daarna mocht je besluiten, nou, ik wil toch, ik werk in Havelte, Panzerinfanterie. Ik wil toch nog een keertje luchtmobiel zien. Ja, dat kan gewoon nog steeds. En dan maak je alleen die stap later. Hoef je niet terug te komen voor een VTO. Dat doen we dan niet. Want dan kun je eigenlijk gewoon met de competenties die je al hebt, daar hebt geleerd en je startfunctie. En in de VTO zit er natuurlijk ook wel een aantal algemene dingen. Kun je dan vervolgens met aanvullende cursussen alsnog aan de slag bij zo'n brigade. Mm-hmm. En dat zijn niet de minste cursussen als we het hebben over de luchtmobiele brigade natuurlijk. Moet je ook een vakel doen bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan wel. Ja, je kan gewoon nog steeds switchen later. Ja, ja. En hoe moet ik dat dan zien? Hè? Want de manschappen worden dan regionaal opgeleid. Hè? Stel, we nemen even het voorbeeld de 43e brigade. Mm-hmm. Daar word ik opgeleid voor de panzerinfanterie. Dan ben ik manschap. En dan wat je net zei, hè, dan doe ik natuurlijk competenties op. Ik doe ervaring op. Ik kan natuurlijk al een heleboel. Maar stel dat ik denk, hey, ik wil toch onderofficier worden bij de panzerinfanterie. Moet ik dan opnieuw die hele opleiding gaan doen? Nou, dat is een interessante vraag natuurlijk. Want die snijdt eigenlijk de tweede reden aan waarom dit ooit in het leven is geroepen. Dus het decentraal gaan, wat ze ook noemen, richting Oorschot-Havelte. Het tweede voordeel is werken in die regio bijvoorbeeld. Dus nou, je bent dus die manschap inderdaad bij de 43e brigade. Echt, jij wil onderofficier worden. Anderen vinden dat het ook een goed plan is. Hè? Jouw commandant bijvoorbeeld. En hey, we komen erover uit. Dan kom je dus terug richting de VTO. Wat we dan wel doen is even kijken naar eerder voorover competenties. Wat heeft die man al aan huis of vrouw? Wat hebben ze al gedaan? Wat kan die al? En is het ook nodig om heel de VTO bijvoorbeeld te doorlopen? Ja. En hoe doen jullie dat dan? Is het dan gewoon, ga je dan met mij in gesprek? Of kijk je dan naar de certificaten die ik heb? Of, want hoe weet je nu of ik wel voldoende niveau heb? Nou ja, eigenlijk een combinatie van wat je net zegt. We kijken naar inderdaad certificaat die een persoon heeft. We gaan ook in gesprek met referenties bijvoorbeeld die persoon heeft. Hè? Ja. Hoe wordt daarover gedacht? Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het gesprek met die vrouw of fan zelf. Van, ja, hoe zit die in de wedstrijd? En waar vindt die dat die zeg maar een stuk verkorting zou moeten kunnen verdienen in het VTO? Ja, en, ja dus ja. Ik heb wel... Ja, Annemarie wil ook wat vragen, dat is goed. Maar ik heb dus ook wel invloed op mijn eigen opleiding. Ja, absoluut. Dus ja. Als ik geen behoefte voel om iets te doen, dan kan ik dat zeker opbrengen en zeggen van, nou, major, ik denk dat ik dat al kan. Nou, als je inderdaad dat goed kan beargumenteren, we kunnen dat ook meten dat het zo is, want dat is wel belangrijk. Ja. En want we hebben natuurlijk wel de verplichting om, of je nou manschap bent, onderofficier of officier, je moet wel startbekwaam beginnen aan die rol die jou toebedeeld is. Dat ja, is wel, precies. En we moeten daar niet vergissingen maken, want het is belangrijk werk wat je gaat doen. Hè, dat hoef ik nou zeker in deze tijd denk ik niet uit te leggen. Nee. En want je wordt junior leader, jij gaat straks het verschil maken. Maar dat moeten we dus ook even wel goed kunnen meten. Want, nou, dat meten doen we dan eigenlijk als volgt. Want de VTO is eigenlijk in 3 onderdelen opgebouwd. Dat is een stukje technische opleiding. Dat is tactisch. En dat is ook vorming in de rol. En zou je ons... Kijk, ik ben een verbindelaar, hè? Ik ben heel technisch. Ja. Maar jouw technisch is denk ik anders dan mijn technisch. Ja, ja. Wat is dat, technisch opleiden en tactisch opleiden? Nou, ik zal wat voorbeelden noemen. Ja. Als je bijvoorbeeld naar de 43e brigade gaat, dan ga je werken met een 97. Ja. Daar komt een hoop techniek bij kijken. Daar kun je niet in één keer instappen van, nou, ik ben daar eens even voertuigcommandant op. Dan moet je natuurlijk, dat doen we dan een technische opleiding, om te leren werken met dat voertuig. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook een bepaalde schietvaardigheid op systemen. Onderofficieren worden ook opgeleid om schietinstructeur te kunnen zijn. Bijvoorbeeld op de Minimi of op de MAG. Ja, dat komt dus ook terug in de VTO. Dat noem ik namelijk echt de technische onderwerpen. Ja. Dat ja. is voor ons techniek. Ja, ja. Nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja, dat is niet inderdaad de schroefjes of de schroevendraaiers of iets dergelijks. Maar in dit geval gewoon dat soort spullen. Ja, weten hoe iets werkt. Ja, weten hoe je ermee om moet gaan. Ja, maar dat kunnen we nog wel breder trekken. Dus bijvoorbeeld ook, we kunnen kijken naar... Hoe werk ik ook daadwerkelijk met al die middelen die ik dus straks, die onder mijn verantwoording vallen, als groepscommandant of als pelotonscommandant. Wat komt er eigenlijk bij kijken en waar moet ik dan ook exact alles van weten en wat
ja, waar heb ik mijn specialist voor en hoef ik dan in dit geval minder van te weten, maar moet ik wel kunnen vragen om een goed advies op dat systeem of op dat middel. Dat leren we ook aan in de VTO. Oké. Okay. Ja. Maar dat is alleen nog maar het technische aspect. Dat is een gedeelte. Dus dat is heel makkelijk eigenlijk te meten. Want dan kunnen we ook kijken naar, nou, wat voor certificaten heeft deze persoon al. Ja. En nou, goed, als er al een bokseropleiding in zit, dan hoeven we dat niet aan te leren in de VTO natuurlijk. Nee. En zou een stuk vrijstelling betekenen. Ja, ja, ja. Precies. Precies. Nou, voor het technische gedeelte begrijp ik dat heel goed. Dat ja, als je weet hoe iets werkt. Dan. Maar daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar. Want dan krijgt iemand dus vrijstelling voor bijvoorbeeld die bokseropleiding. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Want die opleiding, hoe lang is die ook weer in totaal, de VTO? Ja, VTO is om de 40 weken. 40 weken. Ja. Nou, dus dan is die, dat is daar een stukje uit, hè, wat je dan niet hoeft te doen. En ja, ben je dan vrij? Ja. Ben je eerder klaar? Want je begint met één lichting, denk ik. Ja, ja. Dus hoe gaat dat dan? Ja, kijk, het hele pakket aan vrijstelling kan veel breder gaan. Hè. We hebben nu alleen een technisch gedeelte. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk. We hebben ook een tactisch gedeelte en een, zeg maar een vorming in die rol. Okay. En daar kan iemand ook eerder voor competentie hebben. Uiteindelijk maken we een afweging. Dat doen we ook natuurlijk heel kritisch met de commissie. Van oké, wat is nou eigenlijk het pakket vrijstelling wat je dan krijgt? Oké. Okay. Nou, dat kan uitkomen op een x-aantal weken. Misschien voor sommige functionarissen door eerder voor competentie van een hele VTO. Ik noem maar wat, je bent wel heel lang waarnemend PC geweest. Ik noem maar zo'n zijstraat. Daarin heb je ook allerlei tactische situaties uitgevoerd. Nou, dat kan een hele VTO-vrijstelling betekenen. Ja. Nou, als het maar een gedeelte is, dan gaan we rekenen. Van wat is nou, wat hebben we dan effectief aan de achterkant? Hoe snel kunnen we iemand dan eerder daadwerkelijk paraat aan laten komen? Nou, maar blijkt het zo dat het ergens alleen maar vrijstelling is in het midden van de VTO. Dan gaan we kijken naar ook verdere uitdieping, verdere ontwikkeling voor zo'n persoon. Van ja, hey, misschien kunnen we hem nog wel een setje extra informatie meegeven op het gebied van, nou, ik noem maar een zijstraat, PeopleSoft. Of een stukje daadwerkelijk, hoe bouw ik zelf een opleiding- en trainingsschema op? Okay. En dan geven we een vent even wat extra mee, of een vrouw, hè, dat we die beter voorbereid. Ja, maar altijd dan in de vorm van een cursus of een iets opleiding technisch. Of ja, zou er bijvoorbeeld ook een stage tussen kunnen zitten of zo? Zou ook eenheid. Kunnen. Er zijn meerdere oplossingen. Ja, okay. We kijken ook per situatie daar natuurlijk naar. Ja. Maar misschien kan die ook wel een gedeeltelijk een onderdeel in de VTO zelf voorbereiden samen met het instructiekader. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Ja. Ja. Oh, dat klinkt echt. Ja, dat klinkt helemaal in mijn straatje. Ja, vind ik fantastisch. Ja. En want je geeft ook al aan, hè? Het is in de beroepscontext. Hè? Dus als jij bij de panzerinfanterie gaat, of laten we nu een andere nemen. Stel, ik zit bij de gemotoriseerde infanterie. En ik ga in mijn beroepscontext, dus ik ben daar in Oorschot is dat in dit geval. En ik ga daar mijn opleidingen doen. Hoe ver gaat die beroepscontext? Is dat gewoon, zit daar een opleidingsschool? Hè? Of zit daar een school waar ik mijn lessen volg? Of hoe sluit ik aan bij de eenheden? Of weet je, wordt daarmee samengewerkt? Of ja. Wat doen jullie daarin? Ja, sowieso, de beroepscontext begint ermee te werken met de spullen die je daar ook echt hebt. Hè, die bokser, die .50, dat is een wapensysteem wat erop zit. Dat je daar echt mee aan de slag gaat. Maar we zoeken ook inderdaad de link met de eenheden die daar daadwerkelijk zitten. Het 17e of het 42e bataljon. Een voorbeeld te noemen, de laatste hadden de leerlingen van deze klas kregen lessen commandovoering. Ja, dus hoe ga ik een kompiesbevel vertalen naar een pelotonsbevel? Die les is dan op een gegeven moment afgerond. De weken na gaan we daadwerkelijk echt naar een parate kompie. Dat was een van, in dit geval 17 Bravo. Had zichzelf opgegeven, nou, we willen daar wel bij helpen. En dan gaat een echte CC met zijn kompiestaf daadwerkelijk de kompiesbevelschriften doen aan die leerlingen. Nou, ook nog eens een keer met de systemen waar ze daarmee werken ook paraat. Ja, dus een bevel kan bijvoorbeeld via PowerPoint, maar het kan ook via het taktsysteem wat we daar gebruiken bij die brigade. Ja. Nou, in dit geval heeft dat ook zo plaatsgevonden. En dan ziet zo'n leerling ook van, oké, dit is een echte CC, een echte kompiestaf met een kompiesjammer, een SMO en een verbindelaar Foxtrot. Iedereen zit hier en ze doen eigenlijk net zo, zoals die instructeurs ook de situatie mij voorspiegelen. Dus enerzijds is het, het klopt ook, stukje vertrouwen. Mijn opleiding, inderdaad. Het is echt zo. Mijn echt voor, inderdaad. Op het werk wat ik straks ga doen. Hè, dus die rol die ze spelen als instructeur. Hè, als een instructeur de rol van CC speelt. Of in dit geval van die compitie, Jean-Mior. Ja, dan is dat ook makkelijk te vertalen voor die jongens. In dit geval. Ja, ja, ja. En ja, krijg je natuurlijk hele mooie feedback op, denk ik. Vanuit ja, de cursisten. Ja. Ja. Ja, maar ook van de parate eenheid zelf. Ja. Die werken natuurlijk met mogelijk hun toekomstige kaderleden al. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook nog eens. Ja. Ja, ja. Ik ga hem toch even ingooien. Hè. Wat dan altijd de dooddoener is de veilige leeromgeving. Ja, ja.
Hè, want ja, ik vind het dooddoener. Dat is ook gelijk mijn mening. Ja. Normaal doe ik dat niet, maar laat ik het wat meer open. Hè. Oh, en hoe zit het dan met die veilige leeromgeving? Ja. Maar dat is natuurlijk jarenlang is dat natuurlijk het argument geweest om vooral niet de aansluiting te zoeken met de paraate eenheden. Ja. Want je moet iemand in een veilige leeromgeving kunnen laten doen en laten wat hij kan. Ja, waar je fouten kan maken. Ja, waar je fouten kan maken en dat soort dingen allemaal. Dus dat is toch altijd een beetje een zweem die er dan toch overheen gaat. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Die dooddoener de veilige leeromgeving. Ik ben het verleden hier ook cursusleider geweest, ook toen het nog alleen maar... En nu is de opleiding gestapeld, officieren, onderofficieren samen. Toen waren het en officieren. Nou, toen kon je eigenlijk allerlei dingen niet doen. Vanwege deze veilige leeromgeving die je moet simuleren. Ja. Ik denk, misschien heeft het ook een beetje te maken met de cultuur. Hè, die eigenlijk ook veranderd is. Misschien was het vroeger inderdaad wel zo van, ja, als commandant kun je geen fouten maken. Doe je het wel, dan nog een keer en je verdwijnt van het toneel. Ja. Ik denk dat we als organisatie ook wel veel meer in geleerd hebben. Dat ook bij een parate eenheid gewoon... daar een betere cultuur voor is, zeg maar, om ook echt te kunnen leren. Dus ik denk dat dat meehelpt dat we dat dus nu wel kunnen doen. Ja. En ik vind gewoon dat, juist ook bij het leren hoort ook, iedere commandant heeft natuurlijk een stukje onzekerheid als hij iets doet. Ik noem maar wat, je geeft een bevelsuitgift, je wilsoverdracht of iets dergelijks. Ja. Ja, daar moet je ook mee leren omgaan. Om ook op jezelf te kunnen reflecteren. Hoe ga ik de vorige keer beter doen? En hoe ga ik ook om met de kritiek die ik kan krijgen eventueel van mijn omgeving? Dat zijn mijn commandant, maar ook misschien mijn lage niveaus. En ik denk dat je daar als instructiekader samen met de leerling zelf alsnog een veilige leeromgeving over kan creëren. Door hem te coachen, te begeleiden en niet alleen maar af te rekenen. Nee, en ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Hè? Dat je zegt van nou, vroeger waren we daar misschien zelf niet aan toe. En je merkt dat er toch een soort van cultuurverandering is. Ook bij de eenheden zelf, hè. Dat we fouten mogen maken. En natuurlijk hebben we het, waar hebben we het over? Hè? Inderdaad, wat je zegt, de wilsoverdracht. Hoe ga je dat doen? Als ik onzeker ben en ik kijk alleen maar naar de grond. Dan komt mijn wil niet over, om het zo te zeggen. En dat mag, weet je. Die fout mag je maken. Ja. En dan krijg je zelf van, ja, maar als je nu verwacht dat ik dingen ga doen, dat je hebt me niet echt overtuigd, weet je wel. Ja. Krijg je dan bijvoorbeeld terug. En dan daar kun je wel wat mee. En ik vind het gevoel dat je fouten mag maken, omdat je daarvan kan leren... vind ik veel belangrijker. En ook dat die ruimte er is, wat je zegt, in de parate eenheden. Hè? Als je eenmaal je opleiding hebt gedaan in die veilige omgeving en je moet dan die eerste stap maken. Ja, die stap is dan heel groot. En op deze manier denk ik een stuk kleiner. Mm-hmm. Ja, sowieso. En dat is wel fijn hoor. Ja. Heel goed. Ja, absoluut. En ik denk ook, dit is de andere dooddoener. Hè? Van ja, in onze vakken is er geen tweede plaats. En je kan geen fouten maken, want dan zijn de consequenties enorm groot. Ja, precies. Hij is zeker ook wel, zit ook wel echt een kern van waarheid in natuurlijk, maar... Moeten dat niet ook als verkeerd excuus gebruiken om dingen niet te doen, en zodat mensen juist geen fouten mogen maken. Mm-hmm. Ik denk door fouten maken leer je echt soms niet altijd heel erg comfortabel. Maar dat is het moment dat je ook het hardste leert. En dat je dat eigenlijk, je vergeet het ook nooit meer. Je trekt dan misschien wel de grootste les uit hetgene wat er gebeurd is. Ja, absoluut. Ja, daarom moeten we zeker dit gaan doen. Ja. Ja, je slaat de competentie durf meteen plat op het moment dat je zegt dat je fouten niet mag maken. Ja, dat er niks kan. Ja, dat niks kan. Laat al die fouten maar nu gebeuren. Leervermogen. Ja. Ja, ook het ontwikkelen van leervermogen. Dus ook je moet dingen proberen. Door je grenzen verleggen. Ja, absoluut. Uit je comfortzone. Ja. 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 Zoals een podcast die gefilmd wordt. Ja. Maar ik wil even verder ingaan op begeleiding. Want stel, er zijn bepaalde aspecten. Je hebt net al een beetje aangegeven, hoe ziet dan grofweg zo'n VTO eruit? En er zijn dingen waar ik eigenlijk net nog iets in mis. In hoeverre is er dan ruimte om begeleid te worden, of daar extra aandacht voor te hebben, of nog een keer een tweede kans ergens in te krijgen, om toch die eindstreep te halen? Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Ja, ik zal niet ontkennen dat de VTO een sneltrein is. Dat is zeker wel. Want er wordt nu ook eigenlijk binnen... dezelfde tijd aan vaktechnische opleidingen. Even wat meer verwacht van iedereen. En een voertuigopleiding erbij. En een basishelikoptertraining, noem maar op. Mm-hmm. Vakel. Dus er is weinig tijd. Maar we zijn succesvol als we ook, in dit geval de leerlingen, startbekwamen aan die startstreep weten te krijgen. En daar hoort bij echt een grote mate van begeleiding hoort daar zeker bij. Dus eigenlijk is het zo, voor mijn instructeur is het zo, iedere leerling die hier het pand verlaat zijn en niet met een diploma, dat is ons verlies. En daar moeten wij heel ver voor gaan om dat te voorkomen. En dat doen we onder andere door inderdaad gewoon goed instructies te geven. Om dat niveau ook hoog te houden. De leerling zelf ook ervaringen op te laten doen. We noemen dat dan de beurten die je dan krijgt als commandant. Mm-hmm. Maar daar ook zeker fouten te kunnen maken. Om dan samen met die leerling daarvan te leren. Want het is niet alleen de leerling die leert, samen natuurlijk allemaal. En als het nodig is, ook het voorbeeld dan te geven.
als dat nodig is om, ja, om het juiste resultaat te behalen. Ja. Maar daar bouwt natuurlijk, en dat is namelijk heel erg belangrijk ook over die competentie durf. Als je zelfvertrouwen opbouwt, dan gaan dingen automatisch ook beter, is mijn ervaring nu. Ja. Ja, dus dat is uiteindelijk ook streven dat die fan zelf op het einde ook zegt, of vrouw, ik word PC of groepscommandant, ik ben er ook klaar voor. Ja, want als je op een gegeven moment die lat gewoon voor iedereen heel hoog gaat leggen, dat je al het gevoel hebt, ja, maar dat ga ik nooit halen. Ja, ja dan zet je iemand, bereid je iemand voor op het niet halen ervan. Ja, ja. En je wil inderdaad het zelfvertrouwen laten groeien, dat ik kan het wel. Ja, exact. Ja. Ja, je bent ook niet niks, hè. Je hebt natuurlijk al, je hebt gekeurd om dit te gaan doen. Je hebt een opleiding gehad op KMA of KMS. Dus je komt ook wel ergens vandaan. Het is aan ons om dat nu verder uit te buiten. En je de tools te geven om ook aan de slag te gaan bij de infanterie. Ja, ja en als je, want er zitten niet heel veel vrouwen, geloof ik, tot nu toe in de VTO. Nee, nog niet veel, nee. Volgens mij gaan de twee starten straks, later dit jaar. Nou, er zit nu ook wel een... ik was gisteren nog bij een lichting op bezoek. Die eindoefening even in de oorschot. Er zit ook een vrouw bij. Oké, oh wat goed. Ja, die wordt groepscommandant. Ze wordt groepscommandant bij 11e Brigade. Ja? Nou, heel goed. Ja. Vind ik leuk om te horen. Ook goed dat er mannen in zitten, hoor. Maar ik vind dat toch leuk. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het verschil tussen hoe een man of een vrouw zo'n opleiding ervaart en nou... Per persoon zullen daar vast ook wel dingen zijn. Hè? Gewoon hoe je eigenschappen zijn, wat het ook weer per persoon verschillend maken. En is dat iets waar jullie dan oog voor hebben of iets speciaals voor doen? Of dat daar ruimte voor is? Dat die begeleiding ook echt wel op de persoon ziet, zeg maar. Hè? Dus dat je de een heeft natuurlijk meer begeleiding nodig in dit en de ander meer begeleiding in dat. Ja, zijn jullie of is jullie team zo dusdanig samengesteld dat eigenlijk iedereen... die begeleiding ook, als je het toch hebt over maatwerk, dat die ruimte daar ook is om dat te verzorgen. Ja, sowieso. Ik denk dat dat ook de sleutel is tot een succesvolle opleiding. Dat begint erbij te onderkennen dat alle individuen natuurlijk anders zijn en andere behoeftes hebben, ook in hun manier van leren, noem maar op. Mm-hmm. Dus ja, dat moet je zeker onderkennen en daarop inspelen. Ja. Want dat helpt mee, mijn opdracht, en dat is de opdracht voor al mensen, zoveel mogelijk mensen die startstreep krijgen. Precies. Bij die infanteriebataljons. Ja. Ja, vanuit die insteek is natuurlijk wel. Ja, nou, we hadden het natuurlijk net over de sneltrein, wat natuurlijk zo'n VTO is. Ik heb in het verleden ook met de VTO-verbindingsdienst mezelf tegenaan bemoeid. Ook heel leuk overigens hoor, het is echt een hele leuke functie. Maar op een gegeven moment, je hebt natuurlijk zoveel verschillende mensen in je VTO zitten. Ja. En dan is het inderdaad ook een sneltrein. Nee, je hebt een programma, het liefst heb je nog een jaar erachter geplakt, omdat je dan echt aandacht kan besteden aan iedereen en alles wat ze nodig hebben. Maar het mooie van de lerende centraal, vind ik, dat er wordt gesproken over het maatwerk voor het individu. Kijk, voor een onderofficier is het even heel, heel simpel uit te leggen. Alsof het voor een officier niet is, maar dat wil ik dan weer niet zeggen. Maar voor de onderofficier is natuurlijk nog steeds vakman, leider, instructeur. En ik kan misschien echt een briljante vakman zijn. Hè? Ik ben op technisch vlak ben ik heel, heel sterk. Ik ben ook wel een goede leider. Maar dat instructeur zijn, dat zit echt niet in mij. En natuurlijk is dat een onderwerp wat op de KMS met name behandeld wordt. Maar ik neem aan dat als onderofficier dat ik die vaardigheden meeneem in de VTO-infanterie. Daar sla ik de plank toch echt mis. Het was een mager sessie, hè, om even zo te zeggen. En ik merk toch dat ik het heel spannend vind. Ik moet het allemaal combineren en dat lukt me niet echt. Hoe zou je mij dan gaan begeleiden in die VTO? Ja. Krijg ik daar meer tijd voor? Ja, even voorop te stellen, het is een mager zesje. Dus je bent al ergens gekomen. Ja. Dat moeten we natuurlijk ook onderkennen. Hey, er gaan dus wel dingen goed. Het tweede is, wat heel belangrijk is, dat er een veilige omgeving is. Dat jij dat ook durft aan te geven. Ja. Van, hey, help mij. Dat kunnen je kaderleden zijn, maar dat kunnen ook je medeleerlingen zijn. Dat is stap 2. En dan gaan we kijken van, oké, hoe kunnen we dan... als we dan gaan kijken naar die VTO, welk maatwerk heb jij dan even hierin nodig? Is het dan net even een keer meer instructie geven? Of is het een keer aanschuiven bij een voorbeeld van een andere collega? Dan gaan we zoeken naar oplossingen. Ja. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen zijn in beton gegoten, lijkt het wel. Maar we moeten zeker kijken naar een ruimte waar we wel flexibel kunnen zijn. Ja. En dat kunnen bieden. En zou je dan in theorie ook, als je dan bijvoorbeeld een vrijstelling hebt voor iets anders... dat je kan zeggen, ja, maar dit hoef ik niet meer te doen. Dat geeft mij wat ruimte. Er is iets anders waar ik me verder in moet ontwikkelen. Dat je dan juist bijvoorbeeld dat lesgeven, dat je daar bijvoorbeeld een extra cursus in kan gooien of extra... Ja, absoluut, dat zou kunnen. Ja. Ja. Dat zijn dan de mooie opties. Ja. Maar wat ik dan wel benieuwd ben, hè, in hoeverre nemen jullie het eigenaarschap mee? Ben ik eigenaar over mijn eigen proces? Ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen leervermogen? Moet ik reflecteren?
Weet je, neem ik dat mee? Ja. Want je zegt, hè, wat ik heel mooi vind, is ik moet zelf natuurlijk ook durven inzien dat mijn lesgeven maar een mager zesje is en dat ik daar misschien nog wel mijn winst te halen val. Ja. Ik kan natuurlijk ook net doen alsof het niet zo is en van de toren blazen ik de beste ben. Ja, dat kan. Ja, nee, maar die collega's kennen we ook allemaal. Ja. Het gaat erom dat ik die zelfreflectie krijg. Dat ik denk van ja, weet je, als ik dan toch aan mezelf moet peuteren, dan laat ik dus even dat instructie nog een keer een beetje oppakken. Ja. Weet je, is dat iets wat jullie ook meenemen? Ben ik daar een soort van zelf als cursist, leerling, toekomstig het kader? Ik vind het allemaal super mooie termen. Ja. Af en toe maken van dingen, best wel raketwetenschap. Zeker. Ik probeer het zelf wel wat simpel te houden. Ja, natuurlijk is iemand zelf eigenaar over zijn eigen leven. Je komt zelf, je hebt ooit een keer op oké geklikt op internet om dit vak te gaan doen. Ja. Dus je had daar zelf een beeld bij en ook hoe je daar zelf in zou passen. Dan loop je natuurlijk al je opleiding. Op een gegeven moment kom je dus ergens in een VTO hier bij ons terecht. Ja, natuurlijk ben je dan ook eigenaar over je eigen spoor. Je moet zelf wel ook dat willen aanpakken met twee handen om het meeste eruit te halen. Ja. En mijn ervaring is ook wel, ik zie dat ook wel terug natuurlijk bij al die leerlingen die... Die komen hier ook wel echt gemotiveerd binnen. Ja. Ik vind het wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Want ze worden onderdeel van onze organisatie. Ik zeg ons, wij, hè, allemaal. En wij moeten dan ook daarbij helpen om het juiste pad te vinden. Ja. Dus die verantwoordelijkheid ligt, vind ik in mijn optiek, gewoon gedeeld. Ja, dus feedback en zelfreflectie, dat is... Ja, je kan jezelf helemaal suf reflecteren natuurlijk. Iedere vrijdag nadat je een week hebt gedaan. Maar op een gegeven moment is het ook wel heel fijn om te horen. Gewoon direct van iemand van, hey, zo vinden wij dat je het gedaan hebt. Ja. Weet je, en dat kan ook, en ook de goede dingen in huis. Juist het bouwen van zelfvertrouwen. Ja. Want sommige mensen kunnen ook overkritisch zijn op zichzelf. Daar hebben we ook heel veel voorbeelden van eigenlijk, stiekem. En die praat zichzelf een beetje in de put in. Want ik zeg, die zijn aan het overreflecteren. Ja, ja. Terwijl op een gegeven moment is ook ergens van, hey, over het lesgeven bijvoorbeeld, wat je net zegt, het was een mager zesje. Maar het was wel een mager zesje. Ja. Moeten we daar nou genoegen mee nemen? Nee, want we gaan natuurlijk al wat vergroten. Dat is natuurlijk waar we voor staan in deze organisatie. Maar je moet ook wel onderkennen van waar jou wel staat. Ja. Ja, precies. En dat mager zesje is misschien ook prima voor nu. Want ik begin tenslotte net. Ja. Ja, want het zijn natuurlijk in principe allemaal jonge mensen. Ja. 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 Ja, dat is ook zo. Hè? Dus je hoeft het niet gelijk allemaal in één keer te kunnen en allemaal goud te hebben op al je onderdelen. Je moet er ergens in kunnen groeien. Nou ja, precies. En vaak heb je ook gewoon de ervaring nodig, hè, om beter te worden in dat wat je doet. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, zeker, ja. Maar ik denk ook als je daar op die manier ook in staat, durf je ook een keer toe te geven wanneer het ook echt gewoon 3 was of 2. En je weet van, hey, ik moet nu echt even aan de bel gaan trekken, want hier heb ik, hey, help mij. Hier heb ik hulp bij nodig. Dit kan ik even niet zelf. Ja. Vandaar dat ik zeg, dat is echt ook die gedeelde verantwoordelijkheid. Dat ook natuurlijk dan wij als instructiekader dan niet één hand met twee handen toereiken van, nou, dan tel jij even terug op dat paard. Ja, ja, precies. Nou heb ik toch even een vraag. De infanterie. Ik als verbindelaar kijk natuurlijk op een bepaalde manier naar de infanterie. En dat klinkt alsof ik heel negatief ben of heel positief. Nee, goed, de infanterie. Dan denk ik bij mezelf, hebben we de AMO gedaan. Hè, de Algemene Militaire Opleiding. Ja. En we zijn in de basis, zijn we militair, zijn we infanterist. Waarom moet ik nog een hele opleiding van 40 weken volgen? Ja. Wat moet ik dan alles nog een keer doen? Of kan ik beter... Wat maakt de VTO-infanterie nu dat er een infanterist van mij gemaakt wordt? Nou, we hebben het eigenlijk over het onderscheidend vermogen van de infanterist tussen... Want mensen van andere wapens- en dienstvakken eigenlijk. Ja. Dat is vast te stellen. Ja, nou, super goede vraag. Want Every Soldier Rifleman, hoor ik ook al een keer terugkomen in die podcast. Ja. Dat is 100% waar natuurlijk. Maar ik denk dat de infanterist zich onderscheidt van de rest. Dus dat het vak van de infanterist dat werken, kijk, die laatste 100 meters tot die vijand of tot die andere partijen ook te overbruggen. Ja. Daar vraag je nog wat van iemand eigenlijk. Als je dat echt voor je ziet. He, dus stormend op die vijand heen, zoals wel eens populair wordt geroepen, bijvoorbeeld de KMA. Maar wat houdt het nou in? Wat voor iemand heb je daar nu voor nodig om dat het werkelijk ook echt te kunnen? Of even wat milder weggezet. Die vent die echt elke dag die poort uit gaat op het roeien in het uitzendgebied. Ja. Niet voor een keertje om een bepaald effect te hebben, maar echt elke dag die dat... dat is eigenlijk een persoon die echt over grote mate moet beschikken. Over wilskracht, vastberadenheid, doorzettingsvermogen. En dan het allerbelangrijkste, als we het hebben ook over leiderschap, het kunnen rationeel kunnen handelen in geval van tegenslag. Dat is eigenlijk zoals ik hem eigenlijk wil samenvatten van oké, dat heeft natuurlijk iedere militair, maar het infanterist kenmerkt zich dat door dat plus te hebben. Ja, ja. Want daar is hij ooit een keer, of zij ooit een keer op gekeurd in Amsterdam. Dat zeg maar lichamelijk je veel kan verduren. Maar ook mentaal onder een grote belasting eigenlijk dat werk moet kunnen doen. En met veel slaapdeprivatie. Dat je dus eigenlijk ook beseft van ik kom in een werkomgeving terecht waar
ja, ook echt heel grof geweld kan worden toegepast, hè, in het ergste geval. En daar kan ik dus dan ook mee dealen. Hè, als het gebeurt richting mij, hè, dus ik verlies kameraden. Of ik moet het zelf toepassen. Dat vraagt namelijk ook wel wat van je. Ja. En daar hoe denk train ik dat, je dat? Ja, dat is inderdaad hetgene waar wij als een VTO-infanterie natuurlijk mee bezighouden. Ja. Van hoe gaan we dat ook simuleren? Hoe gaan we überhaupt meten hoe het ervoor staat met je op deze kwaliteiten? Als we ze competenties kunnen noemen, want ze zijn geen officiële competenties. Nee. Hoe sta je ervoor en hoe kunnen we dat verder versterken? Ja, er zijn natuurlijk met ons allerlei opleidingsontwikkelaars die er goed over nadenken. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld het daadwerkelijk echt onder een bijzonder stressvolle omstandigheid, zeg maar het gevoel dat jou echt iets ergs kan overkomen, kun je simuleren met mentale trainingen. Ja. En er zijn allerlei voorbeelden van. Dat kun je op hoogte doen of in een zwembad. Of, er zijn allerlei methodieken voor. Dat is bijvoorbeeld hoe je dat zou kunnen trainen. Maar het gaat er namelijk om dat het individu dat zelf ondergaat, maar zichzelf ook kan spiegelen van, hey, hoe heb ik hierin gehandeld? Ja. En was ik dus inderdaad nog in staat om rationeel te kunnen handelen met deze verschrikkelijkheid of tegenslag die mij nu overkomt? Ja, ja. Ja, dus dat, je hebt jezelf tegenkomen. Ja. Hè, wordt het ook wel eens de volksmond genoemd. En dat je jezelf tegenkomen, dat kan zijn die touwhindernisbaan, dat je echt niet meer kan. Terwijl je echt dacht van, nou, ik heb zo van de finish gezeten, grote spieren, ik ben echt die infanterist. En nou hang ik hier en ik kan helemaal niks meer. Want ik heb 3 dagen echt bijzonder weinig gegeten, weinig geslapen. En dat doet wat met je. Maar hoe ga je daarna mee om? Ja. En sterker nog, als je leidinggever wordt, hoe ga je ermee om? Als dat ook met jouw mensen gebeurt of met jou voor in front van jouw mensen? Ja. Nou, ja. Ik hoor hier wel heel veel aspecten terug die we ook wel in Kamp van Koningsbrugge zien. Hè? Dat het inderdaad, je kan er wel fysiek het beest zijn, maar dat het natuurlijk ook mentaal is. Van hoe ga je er nu mee om? En kun je door blijven gaan? Hè? Want het is natuurlijk ook hier weer een opeenstapeling van fysiek, niet slapen, nog meer fysiek, nog minder slaap, verantwoordelijkheden en nog wat. En hoe train je dat? Ik vind het wel heel interessant hoor. Ja. Ja, ja, het is ook wel, maar ook wel heel uitdagend. Want ook daarin zeker. Is het voor individu natuurlijk verschillend. Absoluut. Want wanneer pakken we jou op je grens en wanneer zit ik op mijn grens? Ja. Dat ligt natuurlijk op een heel ander moment. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat daar ook een beetje het bekende VTO-spook ook vandaan komt. Het infanterie-VTO-spook. Ja, de verbindingsdienst heeft een spook. Maar ik hoor dus nu ook dat... Ja, het verbindingsspook is ook heel vervelend. Juist. Maar dit spook gaat nog wel eens rond natuurlijk op KMA of KMS. Ja. Want ja, goed, als jij je dit wil trainen, dan horen er natuurlijk ook inderdaad bij dat je dus inderdaad dingen gaat doen onder verzwaarde omstandigheden. Ja. Nou, natuurlijk, iedereen wordt daar onzeker in, want je vraagt je altijd af, ja, kan ik dat? En is dat ook, ben ik dan toch wel die persoon die ik dacht die ik was? Ja. Ja, en dat neemt natuurlijk wat gevoelens met zich mee, wat dan bijdraagt aan dat spook. Ja. Nou, dan komt dan een gerucht overheen, ja, dan hoor ik ook dat de instructeurs daar niet aardig tegen je zijn. En dan, voordat je het weet, dan heb je echt een verschrikkelijke VTO. Ja, ja, kijk, wat daar is natuurlijk aan ons om dat te bewijzen dat het inderdaad af en toe wel een verschrikkelijke VTO is, maar wel met die bijdrage om jou dus sterker ook aan die startstreep te komen. Om te laten wennen aan dat ongemak eigenlijk. Ja, maar daarin zijn we allemaal gelijk. We hebben dat allemaal meegemaakt, ook de instructeurs. Ja. We zijn daar om jou te helpen. We laten je niet vallen. Nee, je moet comfortabel als het nodig is, gaan we weer naast je staan. Sta ik ook weer op die klimtoren als het moet of lig ik in het zwembad. En heb ik ook diezelfde angsten en emoties weer. Ja. Ja, maar dat is wel wat we hier moeten doen, dus dat onderscheidend vermogen tussen ons en de zijn niet infanteristen wel te blijven waarborgen. Dat wordt wel eigenlijk van ons gevraagd door in dit geval de landmacht. Ja, ja, nou ja, dat begrijp ik. Begrijp ik helemaal. Geen onmenselijke dingen dus. Nee, geen onmenselijke dingen. Nee, dan zat ik hier ook niet gezeten. Nee. Ja, heel leuk. Ja. Heel goed. Maar nu nog even terugkomend op de KMA, maar ook over organisatie en de culturen die we zien. Nou, er is vorig jaar is dat eigenlijk inmiddels, hè? Is er een scriptie verschenen over de cultuur op de KMA en zo. Ik heb niet de hele inhoud hier paraat, dus daar wil ik dan vooral niet op ingaan. Maar wat ik natuurlijk wel heel belangrijk vind is, hè, wat ik nu hoor, zijn echt hele mooie aspecten, hè, van de VTO-infanterie, hoe we daar nu een invulling aan gaan geven. Je gaf ook aan, we hebben het even gekscherend gehad over over de veilige leeromgeving. Mm-hmm. Hè, dat we daar natuurlijk eigenlijk iets van vinden, omdat we fouten mogen maken. Maar nu krijg je natuurlijk wel ook vanuit de KMA een bepaalde cultuur mee. En past dat wel in de filosofie die je hebt in de VTO? Hè? Hoe ga je om met zo'n cultuur? Maar ook natuurlijk vanuit de parate wereld. Hè? Want laten we niet vaststellen dat alleen op de KMA een andere cultuur heerst. Dat hebben we natuurlijk ook bij allerlei eenheden, zie je dat terug.
En ja, die komen natuurlijk ook, de doorstromers, ja. Die komen natuurlijk ook bij die VTO. Nemen allemaal rugzak en bagage mee. Ja, ja. Cultuur vanuit mij, cultuur vanuit jou. En hoe ga je er dan voor zorgen dat dat gaat matchen met die durf en die open cultuur om jezelf kwetsbaar op te leren, op te durven stellen eigenlijk, om vanuit daar verder te kunnen leren. Ja. Hoe ga je daar nou mee om op zo'n VTO? Ja, nee, precies. Ja, bij een groep mensen bij elkaar, dat krijg je automatisch een cultuur natuurlijk. Ja. En het begint erbij, denk ik, dat je moet vaststellen van voor wat voor wat is de cultuur die wij samen dus ook willen creëren? Ja. Nou, wij kunnen er wat vinden als instructiekader. We hebben het net gehad over toch wel die veilige leeromgeving creëren, maar door je wel op die stip te zetten en je zeg maar het vuur aan de schenen te leggen. Hè? Ja. In de positieve zin van het woord. Dat is de cultuur die wij willen wegzetten. Maar ja, daar kan een groep leerlingen inderdaad anders over denken, want die komen inderdaad ergens vandaan. Ja, dat begint erbij door natuurlijk door met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Dat klinkt weer heel erg flauw en makkelijk. Maar dat is, we zijn op oefening, introductie, bivak. Oké, nou wordt gelijk vanaf dag 1 wordt de VTO-infanteriecultuur wordt weggezet. Ja. Daar schuurt dan die cultuur van die leerlingen tegenaan. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat zichzelf natuurlijk vinden. Door die evaluatie op vrijdag. Om daar ook als kaderleed het goede voorbeeld aan te geven, door jezelf open en kwetsbaar op te stellen. Ja. Het is van oké, we gaan het niet hebben over hoeveel toiletrollen we mist op de Dixie. Maar wat hebben we deze week echt geleerd? Waar liep ik echt tegenaan? Dan voelde ik mezelf, dit was even een momentje voor mij. Ja. Dat is niet comfortabel. Ja, dat kun je natuurlijk alleen maar verwachten van je leerlingen. Maar dat kun je zelf ook als kaderlid kun je er ook mee beginnen. Ja. Van nee, we hadden deze oefening georganiseerd. We hadden toch even iets anders voor ogen. Neem we even mee voor de volgende keer. Dus ja, zo begint ook het voorbeeld geven in een cultuur. Ja. Ja. Goed, dit is even nogmaals heel makkelijk gezegd. Daar is de kous nog lang niet meer af. Want je cultuur moet je ook, dat zet je weg. Maar die moet je ook onderhouden. Ja. Want het kan ook namelijk op de een of andere dag verpest worden. Wat voor incidenten ook of invloeden van buitenaf. Dus dat vergt ook onderhoud. En ik denk dat dat weer een van de voordelen is van die VTO-infanterie, die sneltrein. We leven die weken echt heel dicht op elkaar als instructiekader, als leerlingen. Ja. En wat mijn ideaalbeeld eigenlijk is, ik zeg niet dat het nu al zo is, maar dat is wel iets waar ik in ieder geval echt aan wil werken met mijn mensen, is van dat op een gegeven moment die lijn tussen die leerling en dat instructiekader ook eigenlijk vervaagt. Want je wordt straks ook daarna ook direct collega's van elkaar. Zou zomaar kunnen. Ja, het is straks jouw PC of het is dadelijk een van jouw groepscommandanten. Ja, inderdaad. Dus ik denk dat je dan goed doet. Ja. Maar nogmaals, dit is gewoon een moeilijk iets, hè, cultuur. Dat vergt nogal wat. Ja. Maar wat het sowieso belangrijkste punt is, dat het je aandacht heeft en dat je er actief mee aan de slag gaat. Ja, ja. Ja. Nou ja, en ook bespreekbaar maakt. Hè? Dat, ja. Want je zegt, dit is ook heel simpel. Hè? Dat geef je aan, hè? Het is heel simpel, want je gaat erover met elkaar in gesprek. Maar als het inderdaad zo simpel was geweest, met elkaar in gesprek gaan hierover en het ook bespreekbaar durven maken en je daar in zo'n groep ook kwetsbaar durven op te stellen, was er dan überhaupt dit probleem er wel geweest, bij wijze van? Ja. Hadden we dit dan wel? Want zo makkelijk is het niet. Maar ik vind het wel fijn dat je zelf dat wel als heel makkelijk ervaart. En, daar denk ik echt dat we meters moeten maken. Hoor. En ook ik ben daar geen holy grail in, zeker niet. Ik klets wel heel makkelijk, maar niet als het ergens om gaat, dan is dat toch wat anders. Het is ook zo, het is een proces wat lang duurt. Want als je dat meeneemt in je VTO-infanterie, je komt daarna paraat als kaderlid, of in dit geval onze MFO hebben we ook nog steeds, een manschapopleiding. Ja. Je neemt ermee naar die parate eenheid, dan zie je eigenlijk ook een impuls op dat gebied komen. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja. En daarom zeg ik ook, dit heeft tijd nodig en dat zal dan ook van mate van tijd ook makkelijker gaan. Hoop ik echt al. Ja, ja. Ja. Ja, leuk. Interessant hoor. Maar weet je, dat is nou ook precies waarom het hele opleiden en trainen mij zo aantrekt. Ja, dat is een beetje mijn ding wel hoor. Het is niet zo makkelijk als dat je denkt. Het is niet, ga maar zitten, ik geef een lesje. En er komen zoveel aspecten bij kijken en er zijn zoveel dingen. Maar het allermooiste vind ik dat je mensen iets mee kan geven. Hè? Ja. Dat je kan laten groeien, dat je kan laten zien van, maar je kan meer dan dat je denkt. Die onzekerheid, als je dat eruit kan halen bij mensen, dat is echt fantastisch. Ja. Want daar heb je eigenlijk alles al mee gewonnen. Hè? Want als die onzekerheid, als je dat kan parkeren. Want je mag best onzeker zijn, want dan word je scherp, blijf je scherp van. Ja. Maar als het je lukt die onzekerheid een plekje te geven, dan word je vanzelf goed in de dingen die je doet. Ja, zeker. Want dan krijg je het vertrouwen van jezelf. Dat is eigenlijk waar je mee begon. Ja. Ik vind dat wel. Maar goed, dat is even mijn kijk op zaken natuurlijk. Mooi hoor. Mooi. Ja. Nou, we hebben echt al heel veel besproken. We zijn alle kanten al opgegaan. Hè. We hebben het natuurlijk gehad over de VTO inhoudelijk. We hebben natuurlijk het spook, dat vind ik ook wel heel leuk dat hij terug is gekomen vanuit de infanterie. Ja. Maar zijn er nog dingen waar je zegt van, nou, daar hebben we het nog niet over gehad. Daar moeten we het nog even over hebben. Ja, ik hoorde het ook terug in de vorige podcast. Eigenlijk we zeggen dan de infanterist van de toekomst. En ik meen dat jij het was, Deborah, die erover begon.
Met Sander Donker. Ja. Over, oké, we hebben misschien een ander type infanterist moeten we gaan vinden dan die we nu hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat je daarmee bedoelde. En ook hoe wij als OCI, als zeg maar opleidingscompagnie infanterie, daarop kunnen aansluiten. Ja. Nee, ja, dit is leuk. Ja. Dit is leuk, ja. Nee, kijk, in die podcast gaat het natuurlijk over de toekomst. Hè? Hoe zien we dat dan? En wat je nu natuurlijk veel ziet, en wat je ook in de Oekraïne ziet, is dat natuurlijk heel veel werken met techniek. En dan hebben we het niet over technisch beheersen van een voertuig of je wapen. Maar je ziet ook wel de integratie met techniek. Je bent straks, we kunnen ook nog een stukje teruggaan, hè? Hoe noem je dat? Die soldaten de soldaat van de toekomst, hè, die helemaal omgehangen is, accu, batterijen, dingen, alles meeneemt om in het voortrein zijn werk te kunnen doen. Maar als we natuurlijk gaan werken, en dan nemen we bijvoorbeeld de verkenners, dat zijn ook infanteristen. Dat is natuurlijk wel weer een specialisme. Nee? Ik zie je zo... Klopt, je hebt inderdaad infanterieverkenners bij de bataljons, manoeuvreverkenners. Juist, de manoeuvreverkenners. Maar jij hebt natuurlijk ook brigadeverkenners. Die vallen nog steeds onder het wapencavalerie. Ja, nou laten we daar dan niet over hebben hoor. Okay. Laten we dat maar voor een andere podcast mogelijk ooit. Nee. Maar goed, wat ik bedoel is, er zijn mensen die natuurlijk ook met drones aan de slag moeten gaan. Ja. Het zijn mensen die met de daadwerkelijke techniek, de technische middelen op pad moeten gaan. Ja, jij bedoelt de integratie tussen mens en machine. Ja. Juist. Of mens en middel. Ja, nou ja, de integratie tussen mens en machine vind ik echt fantastisch. Vind je gaaf, ja. Ja, vind ik heel mooi. Maar hoe speel je daarop in? Zijn jullie daarover aan het nadenken? Zie je daar ook een rol voor jezelf weggelegd? Ja. En wat vraagt dat van de infanterist die je nu hebt... versus de infanterist die je straks misschien nodig hebt? Want je blijft die laatste 100 meter, 500 meter naar de vijand... die moet je overbruggen. Ja. Maar daar heb je ook heel veel techniek voor. En ik verwacht dat dat alleen maar meer wordt in de toekomst. Ja. Nou, in die podcast met Sander Donker komt het natuurlijk ook op neer... dat technische laagje is natuurlijk eigenlijk heel dun, want het is een heel duur laagje. Mm-hmm. Dus op het moment dat je dat natuurlijk eruit geschoten hebt, dan blijft het toch nog de infanterist over die dat zonder die techniek moet kunnen. Ja. En hoe gaan jullie daarmee om en waar vind je daar de balans in? Sowieso, ik vind het echt een super gave vraag. Dit. Ja. Ik vind het sowieso gaaf dat die stelling naar voren kwam in die vorige podcast. Want waar ik heel blij om ben, is dat er is wel een soort van nieuwe trend gekomen in onze organisatie ook wel. Waar het toch wel een jaar geleden was van, we kunnen het echt wel af met minder mensen en met meer spullen in huis, hè, met techniek. En zien we nu toch wel door ook het conflict in de Oekraïne van, hey, die techniek was inderdaad maar een dun laagje. We hebben die junior leader zelfs, hoorde ik terugkomen van oud-Celas Marten Kruijf. En ik hoorde Gijs Tuinman zijn podcast er ook. Die junior leader maakt echt verschil op het slagveld. Ja, dat is zeker nog helemaal waar. En die junior leader, nog in het bijzonder vind ik natuurlijk, die infanterist. Ja. Want daar ben ik van natuurlijk. Maar dat, ik vind het leuk dat nu wel onderkend wordt. Maar daarmee sluit ik niet uit. Het gaat om die integratie tussen mens en die techniek die echt het verschil maakt. Want inderdaad, je geeft net wat middelen aan, drones. We hebben allerlei termen. Robots, whatever. Spoofing device, hoort laatst ook voorbij komen. Weet je. Dat is allemaal inderdaad materiaal wat onze doelstellingen nog makkelijker kan laten bereiken. Als we die integratie ook goed weten te vinden. Ja. Ja, wij moeten dat ook zeker terug laten komen in de VTO Infanterie. We maken daar nu een slag mee door in de beroepscontext van gemotoriseerd of panzerinfanterie of luchtmobiel direct op te treden. Maar we proberen daar ook gelijk systemen aan te koppelen. Die ze dus ook hebben op de praat werkvloer. Ja, ja. En in mijn optiek mag daar, maar nogmaals, mijn persoonlijke titel, of mijn baas het niet mee eens is, maar in mijn optiek mag daar zeker ook op de werkvloer bij de OCI mee geëxperimenteerd worden. Ja. Want het zijn ook die junior leaders van de toekomst, dus geef ze alsjeblieft al die middelen. Ja. En ja, kijk, we hebben weinig tijd, laat het aan ons om te kijken waar we dit kunnen integreren. Ja. Daar wil ik me best wel druk om maken. Ja. We moeten ze opleiden voor het gevecht van morgen en niet van vandaag eigenlijk zelfs meer. Laten ze vooral voor het gevecht van morgen opleiden, want dan doen we het goed. Ja. En lopen we niet weer achter de muziek aan. Ja. Dus, Ik vind het een mooie oproep hoor. Zo plaats ik hem maar eventjes. Ik denk dat het heel goed is, want het is natuurlijk ook... Het is dat jonge spul wat je in je VTO op zit. Hè? Wij zijn dan wat ouder. Voor ons is het vaak, oh god, een drone, oh jezus, handleiding, want dit is wel heel spannend, dat ga ik niet eens proberen.
Nou, chargeer ik natuurlijk enorm, maar zij weten niet beter. Ja, nee, ze hebben waarschijnlijk die dingen al thuis. Ja. En 's avonds in de avonturen zijn ze ermee aan het hobbyen en weet jij veel. Die zijn veel behendiger, dus het is voor hun zo natuurlijk. Helemaal, ja. Dus zo ervaar ik het zelf ook. Want, ja, om even terug te komen, want je zegt ook welk type infanterist moeten we dan hebben. Juist. Mijn conclusie is eigenlijk, als ik nu kijk naar mijn leerlingen, dat is het type wat we moeten hebben, want die kunnen dit. Ja. Die zijn opgegroeid met iPads, met die systemen, die hebben ook die interesse om dit te doen. Want die zijn namelijk ook door een bepaald reclamefilmpje van dan wel de landmacht of Defensie in de breedste zin, waar we die spullen wel in terug laten komen, hebben ze ooit op oké geklikt op internet om dat te gaan doen. Maar moet je je ook voorstellen hoe de klap misschien is voor zo'n leerling, dat je dan dag 1 in een opleiding komt en nou, we gaan hier is je kaart. Hey, hier is je schep en daar en, moet nu een kuil komen. Ja, precies. Weet je, dat is ook belangrijk, al die dingen. Maar het is heel mooi en dat vind ik ook mooi van Kamp van Koningsbrugge. Plaats je mensen gelijk in die beroepscontext, gelijk met het materiaal waar je echt daadwerkelijk ook voor gekomen bent, hè? Of het werk waar je voor gekomen bent. Even stoere infanterietaal. Die deur intrappen waar je dus om dat huis daar te gaan zuiveren. Als je dat op dag 1 of dag 2 laat doen. Dan zit je ook motiveerd natuurlijk enorm als leerling. Om vervolgens ook de andere dingen die ook belangrijk zijn. Toch wel die kuil in de grond graven. Want dat steeds belangrijk is. Ja. Maar dan kun je dat ook wel goed in die context plaatsen waar je het voor doet. Nou ja, precies. Ja, dat je dat dus ook terug dat je nodig hebt. Dat je dus als dat dunne technische laagje eraf is. Moet je terug naar de basis. Heel lui. Begint te graven. Ja, precies. Bij wijze van. Ja, heel leuk. Ja, absoluut. Ik ben toch ineens gemotiveerd om de VTO infanterie te gaan doen. Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Heel leuk. Ik denk dat we gaan afronden. Ik denk het ook. Jawel, hè? Ja, Dirk, we willen je ontzettend bedanken voor dit gesprek. We zijn uiteraard natuurlijk alle kanten opgegaan. Maar ik denk dat we alles wel besproken hebben. En super. Ik vind het heel mooi waar jullie mee bezig zijn. Waar jullie nu naartoe gaan. En ik hoop... ik hoop dat het gaat opleveren wat jullie voor ogen hebben. Want ik denk dat het heel belangrijk is. En we zijn nog enthousiaster over de VTO-infanterie dan we al waren. Oké. Zeker. Nou, de uitnodiging blijft staan. Jullie zijn nog een keer altijd van harte welkom om een keer te komen kijken. Ja, heel graag. Dit blijft natuurlijk bij mijn verhaal in deze podcast. Dan kun je natuurlijk ook vragen of het ook allemaal echt waar is natuurlijk. Ja. Want ook dat hoort erbij. Het stukje transparantie. We laten ook graag zien wat we doen. Ja. Want onbekend maakt onbemind. Absoluut. Nou, goede eerste stap gezet. Nemen we graag aan. Zeker. Ja. Dankjewel. Nou, ik vond het een mooi gesprek. Ik ook. En weet je, uiteindelijk als je dan afvraagt van joh, moet je dit wel willen? Mm-hmm. Ik denk het wel. Ja. Maar of je dit nu als vrouwelijke overste van 40 jaar dit nog moet willen. En dan wil ik eigenlijk het vrouwelijke wel weghalen. Maar moet je dit nog als overste van 40 willen? Dat denk ik niet. Ik denk dat je een heleboel andere ervaringen al meeneemt. Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Maar teletijdmachine? Juist. Situatie net iets anders qua gewoon volop kunnen sporten en zo. Ja. Ja, ik had dit vroeger toch wel heel gaaf gevonden. Als het vroeger was zoals het nu is, wel. Dan wel. Ja. Ik had graag vroeger deze VTO willen draaien, om maar zo te zeggen. Ja, echt. Ja. Maar vroeger waren we nog niet in staat. En ik moet ook wel even bij zeggen dat we nu natuurlijk heel erg de focus hebben op de VTO-infanterie. Ja. Maar geen enkele VTO zag er vroeger uit zoals nu de VTO-infanterie is. Dus wat dat betreft... denk ik dat we in de afgelopen jaren gewoon enorm gegroeid zijn als organisatie. Als het gaat om leren. Ja. Om hoe breng je je vakkennis over. Ja. En dat zie je natuurlijk ook. Het zijn allemaal van die hypes. Hè? Die volgen we dan met z'n allen. Hè? Dat is ook een beetje civiel, zie je dat natuurlijk ook terug. En die stromingen die volgen wij ook. Ja. Maar ik ben wel content met hoe we leren. Ja. Hoe we hier een invulling aan geven. Het is allemaal flink gebarbapapaat. Juist. Heel goed, heel goed. Maar even wat we nu natuurlijk nog niet hebben, Annemarij, is een afkorting. Mm-hmm. Wil ik ook nog even lanceren. Oh, ja. Want, even terugkomen, hè, het heel belangrijk is dat de lerende tegenwoordig centraal staat. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Dat we natuurlijk kijken naar de regio. Hè, dat we daar proberen te versterken. Dat we daar loopbaanmogelijkheden wegzetten. Dat dat we daar ook gaan werven. Hè? Daar begint het allemaal mee. Ja. Dat het in de beroepscontext is. Hè? Dat we samen met de operationele omgeving, met de parate eenheden, kijken hoe we een invulling kunnen geven aan het beroepsbeeld. Geen gecreëerde schoolomgeving, maar je ziet direct, dit is wat ik ga doen. Juist, als je een schoolomgeving moet gaan creëren die lijkt op de operationele wereld, dan kun je beter gewoon de operationele wereld in. Precies. Dan hoef je het allemaal niet te doen alsof. Ja. Dat is het krachtigste wat je maar kan hebben. En natuurlijk... kan dat heel vaak wel. En er zijn ook echt momenten dat het niet kan. Maar als het past,
ga het doen. Zoek elkaar op en versterk elkaar daarin. Want daar krijgen we alleen maar betere mensen van. Mm-hmm. En je wordt er zelf ook beter van. Ja. Want je krijgt weer even die vernieuwing mee. Mm-hmm. Even die andere kijk. Dat houdt jezelf ook scherp. Ja. Dus dat sowieso. Maatwerk, heel belangrijk. Niet vergeten maatwerk. Maatwerk voor het individu. Ja. Maar nu komt die jitje. Een jitje. Een jitje. Ja, jitje is geen nieuw fenomeen. Okay. Maar een jitje is just in time, just enough. Oh. Dus doe wij eigenlijk wat ze nu doen. Je kan natuurlijk voor die VTO-infanterie kun je ervoor kiezen om de infanterist op te leiden voor alles. Ja. Maar je kan er ook voor kiezen om hem op te leiden voor zijn startfunctie. Dan wel de eerstvolgende functie in het vakgebied waar hij zit. Dus is hij een panzerinfanterist, leid je hem op voor panzerinfanterie. Mm-hmm. En ga je hem niet vervelen met een bokser. Ja. En tegen de tijd dat hij de overstap wil maken naar gemotoriseerd optreden, dan kun je altijd die opleiding nog verzorgen. Mm-hmm. Dus niet iedereen alles meegeven, maar dat wat hij nodig heeft. Om te starten, om startbekwaam te zijn. Ja, voor zijn eerste functie. Ja. Dus dat is, jeetje. Goh, ja. Die ken ik nog niet. Nee, ja, precies. Ja. Ja. Een soort smef. Ja, nee, het is toch weer anders. Ja. Jitje is wat nieuwer. Ja, oké. Leuk. Ja, nou ja, absoluut, absoluut. Willen we nog? Zijn er nog dingen die we nog moeten doornemen? Zijn er nog dingen die we willen bespreken over het gesprek? Nou, we hadden natuurlijk ook nog even een nagesprek en we hebben ook afgesproken dat we ik denk dat het in het nieuwe jaar wordt. Ja. Dat we dan ook een keer gaan kijken bij de VTO Infanterie. Ja. Dan worden we nog enthousiaster. Ja, maar het is gewoon jouw bucketlist. Gewoon een enorme wenslijstje om daar toch een keertje... Ja, toch dat toch even voelen. Dat gevoel. Ja, hoe precies ervaren ze dat? Ja, ja. Dus we gaan zeker, gaat dit nog wel een gevolg krijgen. Ja. Ik vond het gewoon heel... Het gaf heel veel inzicht. Ja. En ik denk vooral in hoe er nu tegenaan wordt gekeken. En dat het spreekt me gewoon heel erg aan. Ja. De manier waarop zo'n opleiding in elkaar is gezet... Ook over dat hele idee van afstand tussen de instructeurs en de leerlingen. Ja. Dat het moet vervagen, zeg maar. Ja, dat vond ik ook mooi. Ja, vind ik ook. Ja, want het zijn inderdaad de mensen die binnen over een paar maanden je collega's zijn. Waar je misschien wel weer functies mee gaat doen. En die waar je heel nauw mee gaat samenwerken. Ja. Weet je wat ik daar ook mooi aan vind? Nou? Is dat je mensen... op gelijke voet met je zet. Ja. Dat je niet dat... Het zegt heel veel. Ja, vind ik zeker. Je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is een beetje verantwoording geven en een beetje verantwoording nemen. Mm-hmm. Maar je ziet mensen voor vol aan. Ja. Weet je ziet ze voor vol aan. Je ziet mensen gewoon als serieus. Alleen, luister, jij bent een nieuwe collega. En ik moet jou eigenlijk gewoon alles leren wat ik al weet. Precies. Het is meer gelijkwaardig. Ja. En dat vind ik wel... Vind ik heel sterk. Ja, want dat helpt ook mij in mijn... In mijn zijn, in mijn zelfvertrouwen. Ja. En dat hebben we natuurlijk een paar keer tijdens het gesprek om dat naar voren. Dat zelfvertrouwen is zo belangrijk. Ja. En dat vind ik wel een mooi iets. Ja. Ja. Ja, ik ook. Ja. Ja, daar word ik wel enthousiast van. Absoluut. Ja. Leuk. Ja. 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 Ja, en dan we blijven natuurlijk een beetje in die cultuur hangen. Mm-hmm. En de cultuur is gewoon een belangrijk iets om de aandacht voor te hebben. Oh ja, zeker. En dat je dat ook blijft bespreken. Hè? We hebben natuurlijk al, ik wil eigenlijk niet in herhaling vallen van wat we natuurlijk allemaal net hebben gezegd. Mm-hmm. Maar het is gewoon heel belangrijk om het bespreekbaar te maken. Wat zien we? Hoe voel je je in die omgeving? En dan wordt het lijkt wel een soft coaching shizzle aan het worden inmiddels. Waar ga je naartoe? Ik ga ook echt niet de hele dag vragen mensen, hoe voel je je eigenlijk vandaag? Dat ga ik niet doen. Als mensen dat aan mij vragen, word ik daar ook een beetje onpasselijk van. Ja. Dus dat moet je ook helemaal niet doen. Waar zit je erbij? Ja, maar ik vind het niet erg om te vertellen of ik het leuk vind of niet leuk vind. Ja. En of ik me er prettig bij voel of niet. Kijk, ik kan makkelijker mezelf zijn dan misschien iemand anders. Maar ik gun het wel iedereen. Ja. Maar daar moet je het dan over hebben. Ja, ja en ik denk een belangrijk onderdeel ook in het verlengde daarvan. Ik hoop ook echt dat mensen die van de KMA komen, misschien wel in die periode al. Maar in ieder geval, we hebben het hier dan specifiek over de VTO. Ja. Dat die wat minder streng worden voor zichzelf en voor de elkaar. Ander. Ja, echt mensen, je mag fouten maken. Ja. Want van je fouten leer je. Als je geen fouten maakt of altijd maar het beste bent of altijd maar het beste nastreeft. Ja. Dat is goed. Maar dat moet niet je norm zijn. Dan verbeter je eigenlijk niet meer. Ja. En het wordt dan ook wel heel druk bovenop die rots. Dat ook. Moeten we ook niet willen hoor. Nee. Nee. Dus heb die zelfreflectie. Ja. Leer jezelf kennen en accepteer dat je fouten maakt. Want daar leer je van. Ja. Absoluut.
Nou. De wijze woorden. Hè? Nou. Ja, ik vind hem wel goed eigenlijk zo. Jawel hè? Ik denk dat we deze wijze woorden gewoon en daarna nu moeten afsluiten. Ja, denk ik ook. Ja. Dus Annemarij. Tot over 2 weken. Tot over 2 weken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Luister je mee? Dan klap ik met thee.